Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, we zijn inmiddels weer een paar dagen verder. Het is inmiddels een beetje gelijk getrokken qua video's. Het is inmiddels is het woensdag en hoe is het weekend geweest? Ja, jullie zien het. Ik heb een bloot bovenlijf, maar het is ook potverdorie ook warm ook. Ja. Ik ga helemaal dood van de hitte hier, oh. Ja. Nou, het is bloedheet. En hoe is het allemaal geweest afgelopen weekend? Kapot. Ik ben echt helemaal gesloopt van het weekend. Ik heb natuurlijk zaterdag naar de Efteling geweest. Met Ramon. En met Kevin. En jullie hebben de vlog gezien. Het was een gekkenhuis. Kev Reitsen was er, Villa Quinza was er, ik heb nog heel even Reitsen en al gezien. En voor de rest, alle bekende mensen van de Kev Reitsen BV waren er. Echt een super dag gehad, echt super. Jordi was er natuurlijk weer, zoals gewoonlijk. En ja, het was echt een top, avond. Een avond om nooit meer te vergeten, echt, het was zo ontzettend, klinkt misschien heel erg gek, maar het was gewoon zo fucking ontzettend rare, bizarre avond was het. Omdat, ik volg Kev Reitsen nu al meer dan 2 jaar. Zelfs voor mij nog langer dan dat ik mijn YouTube kanaal heb, volg ik Kev Reitsen al. En dan zie je natuurlijk al die gasten allemaal in de video's en zo. En nou liep ik er doorheen. Ik liep er langs. Ik heb zelfs nog een praatje gemaakt met de een en de ander. Dus ja, dat was gewoon zo indrukwekkend. Als je ze al 2 jaar volgt en dat je ze nou ineens in levende lijven ziet, dat was echt bizar. Maar wel ontzettend leuk. Ontzettend leuke ervaring was het. Echt super. Nogmaals. Vooral Quincy, Jordi en Kevin, Kevin de Jagerhit. Alles is Duits op de Tilburgse kermis. Alles is Duits op de Tilburgse kermis. Oh jeetje, dan moet ik natuurlijk weer dat videootje erachteraan plakken. Nee, hartstikke tof. Dat is niet niks, hè. Dat is niet niks, hè. Ja, die heb ik ook van het weekend voor het eerst gezien. Super, het was echt super leuk. Ik vond echt, ik heb echt een ontzettende leuke geslaagde dag gehad. Of een avond gehad. En het was echt iets om nooit meer te vergeten. Nou, zondag natuurlijk Tilburgse kermis gehad. Was ook ontzettend leuk. Met Rianne erbij. Rianne, nog bedankt voor de ontzettende toffe, gezellige zondag. Was echt super was het. Echt een heel leuk weekend gehad. Ik had alleen een beetje verkeerd ingecalculeerd. Zaterdag natuurlijk weg geweest. Toen was ik pas om 1 uur thuis, 1:30. Toen om zondagochtend om 10 uur stond de hele pupsi weer voor de deur om naar de Tilburgse kermis te gaan. En de dag daarna, maandag, moest ik gewoon weer werken. En toen was ik, toen was het batterijtje een beetje op. Toen was het batterijtje een beetje leeg. Ik heb toen maar een halve dag genomen, want ik was gewoon zo vreselijk moe en kapot was ik van die twee dagen feesten, want het was eigenlijk gewoon feesten eigenlijk. En zo'n vlog opnemen, een vlog opnemen is leuk, dit vind ik ook wel leuk, maar dit is eigenlijk wat ik nu doe. Zo'n vlog is eigenlijk niks vergeleken bij een vlog in op de Tilburgse kermis of op de Efteling. Dat is natuurlijk 300 keer leuker om daar een vlog van te maken dan
Ja, zo'n huis, tuin en keuken videootje van 10 minuutjes en een beetje de week doornemen en dan heb je het wel weer gehad eigenlijk. Dus ja, maar ja, de batterij was op een gegeven moment even op, de batterij was leeg. Ik heb maandag echt verplicht een, mij moeten verplichten om 7:30 te nemen, want het ging gewoon niet. Ik was gewoon echt helemaal back and back off. Nou, inmiddels is ook weer de zomer, hoe noem je dat? De ja, tropenrooster eigenlijk op mijn werk weer gestart. En dat betekent dat ik 6 uur moet beginnen al. Dus ik moet al 5 uur mijn bed uit. Het is inmiddels al 10:30. Nee, 10 minuten over 10. Dus ik moet deze video even als gek dadelijk nog gaan editen en even online gaan zetten. En dan moet ik alweer heel snel mijn bedje in. Want ja, morgen is het weer vroeg dag. 6 uur beginnen. En het is wel lekker, want je bent dan om... 2:30 klaar en ja, 's middags gaat dan wel aardig het lampje uit en dat is eigenlijk ook bij mij is dat ja, is dat eigenlijk zo. Ik ga in ieder geval aankomend weekend geen gekke dingen doen. Ik ga dit weekend ook niet naar de Efteling, want ik ben gewoon even toe aan een weekendje, even rust, even een weekendje rustig aan doen. Ik ga dus geen gekke dingen doen, geen dingen op de planning. Ik ga waarschijnlijk gewoon lekker even een weekendje even rustig aan doen. Nergens naartoe. En vooral flink uitrusten. Want ja, het waren 2 leuke vlogs. Maar ja, om het nou nog een keer te doen. Ik ga het binnenkort, of in de toekomst ga ik het anders inplannen. En ga ik dit gewoon over 2 weekenden doen. Want 2 keer achter elkaar... Het gaat wel, maar dan zou ik eigenlijk de maandag erop vrij moeten nemen. Want 2 dagen achter elkaar dat en dan weer op maandag werken, dat is wel een beetje, eigenlijk een beetje te veel van het goede. En ja, het is het gewone leventje is weer begonnen. Natuurlijk een top weekend gehad, maar inmiddels is het alweer woensdag en is het gewoon weer de normale werkweek. En ja, het is te warm, hè, jongens. Kunnen leren. Ik heb gewoon geen t-shirt aangetrokken. Ik heb het zo ontzettend warm. Ik heb hier zo'n fan. Die staat de hele tijd te draaien. Misschien zal je het ook wel horen. Ik heb zo'n lekker even de fan aan. Want dat heb je gewoon... Hij moet trouwens draaien. Want het is echt... hij staat ook keer de verkeerde kant op te blazen. Hij staat de verkeerde kant op te blazen. Ja, moet ik nou weer boos worden? Kijk, heerlijk. Even zo. Hoppa. Dan moet ik hem eigenlijk nog een beetje verzetten zo. Dan moet ik hem eigenlijk een beetje zo zetten, zo. Zo, dan moet ik hem eigenlijk even zo zetten, zo. Nou, blijf nou even staan met de gek. Oh, dan staat dat ding weer helemaal schuin. Gaat dat ding nou eens... Oh, dat doet hij weer niet. Hoppa, zo. Trek ik hem even snel aan zijn staart. Kijk, dan blijft hij hier zo staan. Ah, lekker. En dan moet je eigenlijk wat dichterbij er gaan staan, hè. Moet ik eigenlijk wat dichterbij gaan zitten. Zo. Ah. Heerlijk, zeg. Kulle, dat heb je echt wel nodig met dit weer. Ik wist niet hoe snel ik hem van de week bij mijn moeder, want normaal staat hij altijd bij mijn moeder. Ik denk, ik ga hem snel bij mijn moeder even ophalen. Want het is gewoon wel even lekker om een beetje frisse lucht, frisse wind. Want het is me warm, hè. En waarschijnlijk krijgen we volgende week krijgen we nog zo'n hele week, hè. En het wordt, morgen wordt het al rond de 43 graden of zo, heb ik gehoord. Ik weet het ook allemaal niet. Dat zal maar zeggen, vele keren hadden ze erover dat het heel erg extreem zou gaan worden. Nou, dat is in ieder geval niet doorgegaan. Dat was niet waar. Dus vandaag was het trouwens wat minder. Want was het ook om 6 uur toen ik opstond. Of om 6 uur toen ik de deur uitging om naar mijn werk te gaan. Toen zag ik ook onweer, zag ik. Ik heb hier even in de verte heb het een beetje gelicht geflitst. Het is eigenlijk een beetje de hele dag eigenlijk bewolkt geweest. Maar ja, ik weet niet hoe jullie er tegenover staan. Laat even een berichtje achter in de comments. Maar voor mij mag de regen wel, voor mij mag de regen wel komen. Want ik ben het echt helemaal zat, die ontzettende warme hitte. En als je dan vrij bent, dan is het nog niet zo erg. Want dan kan je nog even af en toe even naar binnen gaan en een beetje
binnen een beetje gaan zitten, want hier binnen is het wel koel. Maar om de hele dag buiten in de hitte te gaan staan, is haast niet vol te houden. Ik moet haast een zwembad eigenlijk hier neerzetten. Dat als ik dan van mijn werk kom, dat ik zo het zwembad in kan duiken. Dus ja, dat is eigenlijk wel nodig. Ik heb eigenlijk wel weer een zwembad nodig om toch weer een keertje, ja, om toch een keertje weer te kijken voor een zwembadje. Ik heb vroeger ook een zwembad gehad, zo'n plastic. Maar ja, weet je wat het ook is met die dingen? Die dingen zijn zo snel kapot. Dus dan moet je weer een zwaardere gaan nemen of een andere. En dan moet je weer meer betalen. Als ik een jacuzzi wil, nou, dan kan je helemaal je portemonnee trekken. Daar heb je hem voor 800 euro heb je niks. Dus ik moet nog eens even kijken. Ik heb nog zitten denken om zelf een zwembad te bouwen. In de vorm van een regenton of zo. Dat je er alleen maar in kan zitten. Ik hoef er niet in te zwemmen. Als ik maar gewoon kan zitten, weet je wel. Gewoon een regenton. Maar dat is ook nog niet echt helemaal iets wat ik. Ja, ik heb gekeken, maar een regenton is dan weer te klein. En als je dan een regenton neemt, dan. Ja. Een regenton die kan niet in de hitte blijven staan. Want dan gaat die ook lek. En ja, en als je een jacuzzi neemt, echt zo'n dure ding, dan. Ja, heb je hem onder de 800 euro niet. Dus het is allemaal lastig, het is allemaal lastig. Wat ik nog wel heb, en dat vind ik wel ontzettend leuk. Jullie hebben hem in de Efteling vlog gezien. Ik heb lekker een zaterdag lekker mijn Efteling hoedje gekocht. Vond ik wel ontzettend leuk. Dus ik moet dit weekend even verplicht even een beetje afkicken van de Efteling. Ik ga het even lekker zaterdag lekker rustig aan doen, nergens naartoe. Niet de deur uit. En ik ga lekker even een weekje overstaan en dan denk ik dat ik misschien wel weer niet aankomend weekend, maar het weekend erop wel weer een keer naar het Negenpleinenfestijn gaat. Want ja, ik maak het nu eigenlijk, ik ben er twee keer geweest, maar ik ben wel Negenpleinenfestijn verslaafd geworden. Het is zo ontzettend gezellige avonden. En vooral op het Steenbokplein en Carnaval Festivalplein, dat is echt super. En misschien ga ik dadelijk nog wel eventjes, ik moet nog eventjes kijken, want het is natuurlijk al laat. Misschien ga ik nog wel even een Planet Coaster aflevering opnemen, maar dan moet ik wel even kijken hoe ik dat doe. Maar dat gaan jullie allemaal wel zien. Ik moet nog steeds beginnen eraan. Ik heb natuurlijk een ontzettend druk weekend gehad, dus ik heb deze week ook nog geen tijd gehad. Misschien aankomend weekend. Ik denk ook niet dat ik het vandaag ga redden. Maar in ieder geval, aankomend weekend heb ik in ieder geval tijd genoeg. En dan kan ik gewoon lekker op mijn gemakkie alvast een paar afleveringen opnemen. Want ja, ik moet die 31 afleveringen erop nemen, jongens, voor jullie. Hè? Want dan kunnen jullie elke week, 31 weken lang, kunnen jullie naar mijn Planet Coaster serie kijken op mijn YouTube kanaal. En dat zou wel ontzettend leuk wezen. Nou, ik heb verder eigenlijk niet zoveel meer te melden. Dit was in ieder geval eventjes de vlog voor vandaag. Ik wou toch nog eventjes even een nababbeltje hebben over hoe het geweest is. Dus het was gewoon, het was super was het. Echt, ik heb nog nooit zo'n leuke dag of leuke avond gehad. Het was natuurlijk geweldig. Kevin die vond het ook gewoon fantastisch. Oh, mijn hoedje zit trouwens helemaal verkeerd. Het moet eigenlijk zo, hè. Dat Efteling logo moet bovenop komen. Maar in ieder geval, het was fantastisch was het. En ik hoop dat over twee weken ook de hele bubs er weer is. Want het is wel ontzettend gezellig. Nou jongens, de katten die komen weer naar me toe. Ik ga hem in ieder geval alvast even afsluiten. Ik ga nog even snel deze video editen. En dan ga ik weer naar mijn bedje toe. Want morgens, ik heb het al gezegd, 6 uur moet ik weer op de zaak zijn. Ga ik weer beginnen met werken. En dan ben ik lekker 2:30 weer klaar. Dus ik moet in ieder geval weer opschieten aan deze kant. Want anders dan gaat het weer. Ga ik maar weer verslapen en dat schiet ook niet op. Ik ga mijn hoedje afdoen. Hoppa. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan spreek ik jullie allemaal gauw weer. Jongens, doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Ik heb er inmiddels al weer wat bij gekregen. Ik zag het net. Zag te kijken, ik schrok me werkelijk rot. Want ik heb er voor mij alweer 4 bij gekregen of zoiets. Hoe het komt, weet ik niet. Maar mensen schijnen het toch leuk te vinden. De vlogs die ik maak.
356 abonnees al. Dus het gaat echt. Het gaat nou echt lekker opschieten, jongens. Maar in ieder geval, ja, als je geabonneerd bent. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het. Als je al geabonneerd bent, moet je wel even kijken om het belletje in te drukken. En dan het dingetje aan te vinken. Want dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Jongens, doe rustig aan. Want het is ontzettend warm, is het. Doe lekker rustig aan. Neem flink wat te drinken. Je moet goed drinken in deze hitte. Dus doe dat. En ik spreek jullie allemaal gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, de groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.